is 2 juni 2020 en we zijn in de Efteling. We zijn natuurlijk net gedoseerd allemaal naar binnen gelaten en we staan nu bij het Huis van de Vijf Zintuigen. Er zijn heel veel dingen geïmproviseerd, zoals toiletgebouwen, want ja, de capaciteit daarvan is gewoon een stuk minder. Je ziet daar een prachtig ontworpen toiletgebouw. En ja, het is voornamelijk druk, maar dat kan ook natuurlijk zijn omdat iedereen rond hetzelfde tijdstip hier moet zijn. Iedereen moet met een Duitslot naar binnen komen. We gaan voor de rest even kijken wat we allemaal hebben getroffen qua maatregelen. Ook zie je ook natuurlijk al van die handschoonmaakpunten, of sanitizer points, hoe je ze wil noemen. Maar ja, ik ben benieuwd wat de Efteling heeft te bieden op deze dag. En het is prachtig weer, het wordt vandaag iets van 30 graden. Dus ik denk ook wel dat we af en toe even een waterattractie gaan. Dus ja, ik hou je graag op de hoogte. En welkom terug thuis eigenlijk, dat is ook wel weer fijn. Het grappige nu is dat je ook wel eens andere gebieden ziet. Dit is namelijk het backstage gedeelte van de Baron. We staan in de rij voor de Baron, dus wat je hier al ziet. Maar we worden dus in plaats van de ingang worden we door middel van de gehandicapte ingang geplaatst, of tenminste minder valide ingang. En daardoor zie je dus een hele andere kant van de Baron. Eigenlijk een gebied dat je normaal nooit ziet. Met golfplaten aan de zijkant, et cetera. Het is ook wel weer grappig om dat te zien. Maar we gaan dus nu in de rij van de Baron staan. We worden omgeleid, maar ja, het is het wachten waard voor deze natuurlijk. Hè? Go! Woehoe! Doen. Ze hebben hier extra toiletten, net naast de Python. Die zie je daar al en die hoor je ook. Per huishouden mag je 1 toiletblok in. En als je met z'n tweeën bent, dan is het gewoon of 5 en 6 of 1 en 2, zeg maar. Dus je gaat eigenlijk per tweetal een blok in, per huishouden. En ja, allemaal keurig, netjes. Alles is schoon, wordt na de hand even netjes schoongemaakt. Helemaal prima eigenlijk. Hier gaan we naar de Eurovisie dan. Weer uitgezocht. Wat een hobby die jullie doen. Word jij gebeld? Jij ga je ook mee? Ja, zijn we nu al. Ah, prikt. Krijg je pak. Ik had al voor dat corona was, ik had handen erbij, maar het was gewoon klachten. Wij zijn benieuwd, hè? Geen idee, toiletten. Ja, hier dat wel. Ik ben heel blij. Ik heb nee hoor. Dat zie je dus bij de volgorde ook heel goed hebben gedaan. Is aan de buitenkant hebben ze allemaal lijnen geplaatst. En dan zie je ook dat wit-rood, dus waar je mag staan en waar je niet mag staan. Maar het loopt om en om op het volgorde-plein, dus het is vrij groot. In een vrij lange rij. Maar ja, hier ook, je ziet het al aan de rechterkant van mij, of aan de linkerkant, ligt er maar net aan hoe je het kijkt. Het is allemaal gewoon netjes afgeschermd en neem maar dat het gewoon goed schoongemaakt wordt. Dus, ja, ik denk het niet. Daar komt de trein aan. Gaan we zo in de volgorde op. Kijk, hier zie je dus al die lijnen. Dit is dus de rij voor de volgorde op. Die gaat helemaal daar naartoe, maar het is hier vrij rustig. De enige attractie waar het eigenlijk druk is, is de Baron. Ja, we lopen even langzaam. Dit is niet het sanitizerstation. Maar je even je handen schoon te maken. En dan gaan we weer. Helemaal niks. Zo. Ik ben dus nooit echt uit het gebouw van Carnaval Festival gegaan, maar nu wel. Want hier bevindt zich de wachtrij. Nou, dan lopen we redelijk door, het is minder dan 15 minuten. Maar het is ook wel eens grappig om deze kant te zien. Zo zie je ook de volgende rok aan de achterkant. Oh nee, dat is Carnaval Festival, neem ik niet kwalijk. Het is een normaal gebied waar je nooit komt, omdat hier eigenlijk alleen maar werknemers komen. Maar ook wel eens leuk om te zien. Je ziet, het gaat allemaal goed, gemoedelijk. De regels op de grond zie je duidelijk, tenminste de regels, de lijnen. Dus dat is ook allemaal wel keurig geregeld. En Efteling ook weer complimenten
personeel is vrolijk, heel erg vrolijk zelfs. En dat maakt het ook altijd weer een fijn dagje. Van de... Oh. 1, 2, 3, 4. Wat mijn bier! Hallo? Met Tilpen. Ah. Sorry. Ja, ze zijn nog steeds weg, die zoemelworstelaars. Ja. We lopen dus nu bij mijn favoriete attractie voorlangs, maar we moeten dus via de entree van Ravelijn. Je ziet dus links is Droomvlucht en rechts is Villa Volta. We zullen hier wel twee keer instaan, maar we gaan dus helemaal zo omlopen en dan komen we uiteindelijk bij mijn favoriete attractie. Dat is wel heel erg gaaf, dus ik heb er zin in. Het leukste is eigenlijk dat ik nog nooit een show van Ravelijn heb gezien, maar dat ik er nu wel langs ga lopen. Maar ja. Ook wel eens grappig om te zien. Hier gaan we dus naar rechts. Je ziet ook normaal een restaurant, het Wapen van Ravelijn. Die is nu natuurlijk dicht. Je ziet daar al die mensen wachten voor de Droomvlucht. Flinke rij. Dus mocht je denken van, wat is Droomvlucht? Vlucht, neem ik wel redelijk rustig. Het valt dus echt wel vies tegen. Ook hier begint de rij al voor Villa Volta. En om het zo eens een keer van de achterkant te zien. Ook heel erg mooi op te zien. Dus ja, Villa Volta, staan we zo in. En hier ook weer de prachtige markeringen. Wit, rood, wit. Wat vind je van de oude man? Van de oude nieuwe man? Voor, maar ineens in de verte een groot gebouw. De abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Het was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachten. We moesten dus plaatsnemen op rij 5. En wat er is niet. Het idee wat we moesten doen, maar hier is dus rij 5. In het midden van Villa Volta. Is dat even een beetje uitleg nodig? Goedemiddag. 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 Pas u op, vandaag op de weg. Ja. Nee joh, ben je gek. Maar niet zoveel uit. Fijne ride. Nee, je moet Het is helemaal niks in hoor. Oh. Dat neem ik weer in de maling, dankjewel. Ja. Kom maar weer voor flut. Ja! Ik heb hem lekker al bij NRC. Oh my
my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Zo. Lekker, hier nu al, hè? Goed, hè? Heerlijk. En de onderkant van mijn e-spec is nat. Oh jee, dat wel. Eindelijk een goed weer voor de piranha. Vorige keer was het in december, of in januari. Oh. Nee, dat is echt zo. Dus het is echt koud. Ja, je wil nooit nat worden in de zee. Ik zat vorige keer ook met de poncho aan, dus dat ben je. Nou, dat is Joris. Hoi Joris. Ja, doe maar Marciano. Ja, doe maar niet, altijd leuk als je door buren wordt geholpen. Achtung, achtung. Bam. Het wildere gedeelte. Oh, dit is mazzel. Wow. Normaal kunnen daar mensen staan en die kunnen hem aanzetten. Nee. Maar bij deze? Bij deze niet. Want mensen mogen daar niet naartoe, dus we hebben enigszins mazzel. Kijk maar. Oh, 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 oh. Shit. Ze doen het wel. Oh. Kijk. Oh, kijk. Okay. Ze gaan niet bij. Gelukkig. Misschien bij de buren? Nee, de buren hebben ook geen mazzel. Oké, dan gaan we weer. Ik denk dat ik nu de Sjaak ben. Wat dan? Daar komen de watervallen aan. Woah! Oh, nee, nee! Nee, de hoeveel! Oh, kijk, jij zit niet op mijn. Hey, kut! Ja! Oh, we hebben mazzel. Gelukkig. Maar we hebben zometeen nog de goden die eraan komen. En daar heb je wel de wachtrij. Dus we zijn zo waarschijnlijk de Sjaak. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh shit! Ja. In de face! Hey, ik was super dry, hè? Dat is de rode! Zo, doe even maar! Oh! 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 Ik heb helemaal geen zin voor de boot. Ja, zo uit het niets, hè? Zo! Dat was hem weer! Nou, beter weer deze keer voor Piranha. Top! Dat was leuk! Blijf hem top bij! Vliegende Hollander valt dus gigantisch tegen. Want de helft van de effecten doen het inderdaad niet. Maar ja, voor de rest van dit weer is het best wel lekker. En je ziet, we zijn bijna bij het einde van het park, tenminste aan het einde van de opening. Maar het is dus nu wel weer vrij rustig. Maar ik vind het toch wel heel jammer dat we deze niet even een paar dagen dichtgooien en alles een beetje fixen. Want het kan zo'n goede ride zijn. Het is gewoon op dit moment echt niet. Echt op normaal. Dat is wel zonde, want voor de rest perfect ding. We zijn nu ook lekker schokkerig over het pad aan het hobbelen en dan laten zeggen dat dat heel fijn is. Nee, kijk maar, ik hou het beeld nu stabiel. Normaal zou de GoPro dit stabiliseren, maar dit is een normale camera en die doet het niet. Dus een beetje jammer. Maar ja, misschien volgende keer weer beter. Ik vind het zo zonde dat het ding niet gemaakt wordt. Ja, maar nu helemaal, nu je dus gewoon langs moet lopen. Ja. Dit is dus het Steenbokplein. Je ziet daar de baan van Max en Moritz die helemaal klaar is met het station. Je kan je dus al inschrijven om een rondje te doen. Dit is de rij van de Piranha, die was in de Giro. En ze hebben natuurlijk hier ijs, dergelijke wat je allemaal kan halen. Het leuke is van het stationsgebouw, die maakt ook geluidjes. Je hoort het niet zo direct, maar
Dat doet het wel. Achter dit gebouw, de Eigenheimer, staat het geweldige transformatorhuis. Dat zie je daar ook. En voor de rest, het gebouw doet het wel redelijk. En ja, wat ik zeg, hier is dus nu de tijdelijke ingang van de Piranha. Wat je dus goed hier kan zien, we staan bij het gebouw voor de Fata Morgana en rij geschrikt. Wat Aquanura ligt gewoon helemaal droog. Waarschijnlijk heeft dat te maken met onderhoudswerkzaamheden die ze op dit moment aan het doen zijn. Maar ja, zo zie je dus eigenlijk hoe ondiep de roeivijver is. Dat is wel erg bijzonder om te zien, want het lijkt altijd alsof het toch gewoon een heel diep meer is. Maar dat is het dus niet. Je ziet daar in de hoek gigantische spuiten staan. Ontiegelijk hoog schieten. En dat zie je ook in het midden, want je ziet daar een soort van cirkeltje. Daarom. Ze kunnen natuurlijk geweldige dingen met deze fontein doen, maar het is ook wel eens bijzonder om het aan deze kant te zien. Wat ook wel heel erg leuk is, je hebt daar verderop het Steenbokplein, of tenminste het Max en Moritzplein zoals het nu gaat heten. En dat is nog wel in onderhoud, dus het is vrij kalig, maar ik moet je wel zeggen, ze hebben het allemaal wel netjes aangepakt. Dus het gaat er allemaal rustig aan, goed uitzien. Wat je daar ook nog ziet is de Burg Bakery, bakkerij, hoe je dat noemt, en mevrouw Holtes Kuchen zoals het gaat heten. Het is open, ik ben zelf alleen nog niet binnen geweest, maar ik moet je wel zeggen, Max en Moritz is helemaal klaar. Ga ik zo nog even bij kijken of het wat is. Maar voor de rest, het is een prachtige dag hier ook bij de Fata Morgana zitten we natuurlijk. Het is het rustigste pleintje op dit moment van heel het park. En we gaan zo dus in Fata Morgana, want daar is nu lekker rustig. Maar kijk nou even naar dit shot, zo vaak zie je het niet. Heel interessant om dat te zien. Zo, dat was dan een dagje in de Efteling. De reden waarom ik mijn zonnebril om heb is eigenlijk heel simpel. De zon schijnt nogal fel in mijn gezicht. Nu niet, omdat ik onder een boom loop, maar tada, daar komt hij weer. En daarom anders zie ik niks. Efteling, top. Leuk dagje gehad. Het is heel druk natuurlijk. En je ziet ook wel overal dat de wachtrij iets hebben aangepast. Dat zie je bijvoorbeeld nu ook bij de vrouwelijke nood. Want ik zou er niet aan denken moeten eten, maar half Nederland wil er wel gereten. Dus dat is wel een verhaal. Maar het park heeft me natuurlijk weer goed verrast, zoals altijd. Het was lekker weer. Er waren genoeg handschoonmaakpunten. Niet zoveel als in de Walibi moet ik wel zeggen, maar er waren er voldoende. Voor de rest, crowd management was ook wel redelijk oké. Het was even wennen. Maar als je dat eenmaal door had, dan was het allemaal prima te doen. Voor de rest, eigenlijk gewoon basic Efteling. Alles is wel redelijk goed, alleen de Vliegende Hollander, man. Jezus, jongens. Als ze die nou even onder handen kunnen nemen, dan zou ik toch wel heel erg geholpen zijn. Ik vind het nu echt slecht. In ieder geval, mocht je deze video leuk vinden, vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Mocht je hem heel slecht vinden, doe dan even een duimpje omlaag, dan ben ik ook alweer. En mocht je meer van dit soort video's willen zien, ga dan even naar mijn YouTube kanaal, klik dan op de abonneerknop en op het belletje ernaast krijg je een update als ik een nieuwe film online heb gezet. Filmpje. En mocht je mij nou willen supporten met wat dan ook, mijn nieuwe cameraapparatuur, etcetera, ga dan naar petje.af/elmar en iedere support ben ik heel erg blij mee en je krijgt natuurlijk een vermelding in het filmpje. Dus alvast thanks. En vanuit de Efteling, ciao ciao.